Hey, beste toekomstige leerlingen, ik ben meneer Bolletjes en ik laat jullie vandaag de dag het leven van een brugklasleerling zien. Daarvoor volgen we deze dames op een normale donderdag op het Visser het Hoofd Lyceum in Leiden. We gaan langs de aula eerst naar de lockers. Daar hoeven we niet de hele dag alle boeken mee te slepen. Op het Visser kiest elke brugklasleerling 3 modules. Zo begin je het eerste jaar al bijzonder. Je kunt kiezen voor filosofie, drama, muziek, Chinees of Spaans, sport of voetbal. Echt voor ieder wat wils. Huh? Wie is die gekke man dan? Hey, ik laat jullie even misschien wel de bijzonderste feature van onze school zien. Het theater. In dit theater zijn al heel veel voorstellingen gegeven en hebben vele interessante mensen hun verhaal verteld. Misschien doe jij dit later ook wel? Even kijken of iemand bezig is hoor. Oh, niets te horen. En toch naar mijn lievelingslokaal. En na schooltijd wordt er vaak samen muziek gemaakt door groepjes leerlingen. Dat is toch vet? Maar eerst even een pauze en een broodje halen hoor. De dames van de kantine die hebben de beste broodjes en ze zijn ook nog eens hartstikke gezond. Nou ja, de meeste dan hè. We zijn ook een hele sportieve school. We hebben een gloednieuw multicourt, een buitengymzaal waar je op kan voetballen, maar ook kan hockeyen, volleyballen of basketballen. Ook in de pauze zijn er vaak veel leerlingen te vinden die even een balletje trappen. Maar bij echt slecht weer, dan gaan we natuurlijk gewoon naar binnen. Ben je niet zo sportief? Geen probleem hoor, ik ook niet. Er is bij ons genoeg ruimte om je creatief te ontwikkelen. Je kunt tekenen, ook knutselen, kleien, knippen, plakken bij beeldende vorming. Dus genoeg artistieke vrijheid. Als je zelfs buiten schooltijd nog actief wil blijven op school, kun je misschien een plaatje draaien met de leerlingen van de technische commissie of de school versieren samen met de feestcommissie. Dames en heren, ik hoop dat jullie een beetje beeld hebben gekregen van het Visser het Hoofd. Mocht je nog vragen hebben, hou de website in de gaten en dan zou ik voor nu zeggen, ajoe!